Kun je vertellen wie je bent en wat je doet? Wat vind jij nou moeilijk aan je werk? En hoe ziet vandaag de werkdag voor jou eruit? Ik ben Paula Popke en ik doe bodendiensten. Ik doe vlaggen ophangen, koffie breng ik, vergaderingen. Ja. En thee en water. En lunches haal ik. En ik dek hier de tafel op dinsdag voor de BMW college. Nou, ze is in principe werkzaam bij SED. En ze wordt gedetacheerd via werkzaam. Maar haar werkzame leven speelt zich hier af bij SED. Paula is een vakvrouw omdat Paula altijd voor je klaarstaat. Altijd een vriendelijk gezicht, altijd een lach. Het is gewoon een vriendelijke, lieve medewerker. En zo kunnen we er nog wel 400 gebruiken, denk ik. Wat ga je nu doen, Paula? Kijk, hier zie je een vinkje, hier moet koffie en thee bij. En dat zie jij op de computer? Kijk, dan kan je hier zien dat je koffie moet. Wat gaan we nu doen, Paula? We gaan naar de wasserij, naar Ras. Excuses. Oh, dan ga ik excuses. Goedemorgen. Daarom gaan we even daar anders wachten te lang. Ja, prima. Kijk eens, dat is niet van ons, hè? Ja, ik ben net weer begonnen. Dus ja, niet van ons. Ik kom even deze kant, dan kreeg ik weer gemeente druk. Nou, tof, hartstikke goed. Gaan we regelen. Dankjewel. Oké, prettige dag nog. Hetzelfde. Trots mag ze zijn op haar persoon, hoe ze is, hoe ze doet, hoe ze overkomt. Haar goede inborst, kijk, dat bedoel ik. Iemand loopt met een kan koffie en Paula vraagt, wil je nog koffie, Ellis? Dat bedoel ik. Wat komt er nu aan, Paula? De kweker. En wat is dat? Dat met alle spulletjes wat we besteld hebben. En wat doe je daarmee? Opruimen. Is Paula een collega voor je? Ja, zeker weten, een collega. Ik zou er niet meer kunnen missen. Je zou er niet meer kunnen missen? Nee, ik zou er niet meer kunnen missen. Nee, ze neemt zoveel dingen ook uit handen voor ons, weet je wel. Zoveel dat ze zo zelfstandig. En zoveel dingen uit handen dat je zegt van nou, ik kan niet, we kunnen haar gewoon niet meer zonder. Wat gaan we nu doen, Paula? Koffie drinken.